مدے لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedenavond en welkom tot deze woensdagsaflevering van Rashid Pirkans Kalaj Orkel. Dit is de aflevering voor woensdag 24 juni 2020. Kalaj Orkel, gisteren, vandaag en morgen, wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequentie RP The Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source, is dat in RBN Suriname. En deze uitzending is online ook te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar tbsuriname.com. En landelijk in Suriname is Kalaj Orkel te zien via Alpha Televisie kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u gisteren, vandaag en morgen Rashid Pirkans Kalaj Orkel en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren en ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze voor u zeer moeilijke en droevige dagen. En het is extra moeilijk voor familieleden die een dierbare hebben verloren in deze COVID-tijd vanwege het feit dat we weten dat we bij het overlijden van een dierbare bij onze gebruiken en onze culturen hebben en deze niet ten volle kunnen gebruiken in deze tijd. Zo bij wijze van spreken hebben wij de zogenaamde DDO's niet, we hebben de rooster dingen niet en ook kunnen in vele gevallen mensen die een dierbare in Suriname hebben verloren en waarvan hun familieleden elders in de wereld wonen, niet naar Suriname komen vanwege het feit dat mogelijk ook in hun land COVID-19 heerst en dat het luchtruim als zodanig ook is gesloten. Dus ook de familieleden die zich buiten de grenzen bevinden kunnen niet naar ons land komen om de laatste eer te bewijzen aan hun dierbaren. Dus vandaar aan alle mensen heel veel sterkte aan jullie allemaal toegewenst. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap. Moeilijke dagen als je ziek bent, dus we wensen u allemaal heel goede gezondheid en een spoedig herstel. De felicitaties uiteraard in de richting van alle mensen die er jarig zijn, in het bijzonder de mensen die er vandaag jarig zijn, op deze woensdag van 24 juni, is ook een andersoortige jaardag voor mensen die jarig zijn, mensen die mogelijk hadden gedacht van ik ga een groot feestje geven of ik ga een feestje geven als ik eens jarig ben en als ik dit jaar jarig ben. Kunnen dat ook niet gaan doen. We leven in een andere tijd. Maar we moeten toch wel een aantal mensen voor vandaag feliciteren die bekend bij ons zijn. Uiteraard zullen er meer mensen zijn die jarig zijn. En vandaag willen we feliciteren de heer Eddie Jarab. Hij is de man die bekend staat in en rondom de oprichting van State Oil, staatsolie. Goede gezondheid en een mooie avond aan meneer Jarab. Verder ook nog jaren vandaag Prakash Goli. Prakash Goli is een medewerker van Dagblad bij de drukkerij aan de meester Peetje aan de Showweg. We moeten ook feliciteren Dheeraj Gangarampande die er vandaag jarig is. Mocht u vandaag jarig zijn, dames en heren, waar u zich ook mocht bevinden en u hebt uw naam niet gehoord, wens ik u allemaal toch nog een plezierige avond toe. Voor morgen, donderdag 25 juni, mogen de volgende mensen hun jaardag gaan voorbereiden. De voor de tweede keer herkozen parlementariër Riyad Nur Mohammed van de VHP is er morgen jarig 25 juni. En mijn neefje in Nederland, Dinesh Soumer, is er morgen ook jarig. Ook een goede voorbereiding aan jullie en voor de mensen. Voor vrijdag is jarig Winanda Ramlakan. Melissa Tamenga. Melissa woont in Parijs, Frankrijk. Ook een goede voorbereiding aan Melissa. En Rabin Baldeusing, de voormalige wethouder van Den Haag in Nederland, is er vrijdag 26 juni ook jarig. De felicitaties overigens aan iedereen die jarig is vandaag en een goede voorbereiding aan de mensen die de komende dagen jarig zijn. De koersen die blijven hangen op een vrij hoge notering. Het vertrouwen is nog niet helemaal terug op de wisselmarkt, op de koersenmarkt. De Amerikaanse dollar noteert voor de aankoop 14 SRD, breed hoog. En de verkoop is 15 SRD voor een Amerikaanse dollar. Je blijft er even gewoon bij stil als je dit soort bedragen hoort. De euro noteert 14,50 voor 1 euro en de verkoop is 15
SRD voor 1 euro. Het blijkt dat de koersen nog niet substantieel zijn gedaald. Het vertrouwen moet nog komen. En het vertrouwen kan pas komen als er een nieuwe regering is geïnstalleerd. Dan kan je krijgen dat mensen nieuwe hoop hebben, nieuwe kijk op Suriname, nieuwe kijk op de wereld. En door alleen een stukje vertrouwen kan je krijgen dat die koers mogelijk zal gaan zakken zonder dat er nog macro-economische maatregelen worden getroffen. Een stukje vertrouwen gaat alleen maar aangeven dat je een kleine dip gaat krijgen. Niet een geweldige, maar het gaat zeker komen als het vertrouwen terugkomt bij de burgerij. En dat kan alleen als de nieuw aantredende regering ook mensen presenteert waarvan de bevolking de mening is toegedaan dat die het werk wel aankunnen. Maar we kijken uit, want die moeten nog komen. Dit is Kalaan Jorkel. Vandaag hebben we 3 telefoongesprekken met 3 mensen. We praten vandaag ook met de landbouwer Rajan Bizisser. Hij is van Green Grow Garden. Hij doet geweldig werk. Hij is een landbouwer. Hij plant in kassen en ook op open veld. We hebben toch gemeend een babbeltje met hem te houden. Zodat uitgaande van zijn ervaringen in zijn onderneming, de ups en downs die hij heeft meegemaakt en die hij nog meemaakt en toch nog groei wil bewerkstelligen, mensen ook spirit kunnen halen uit datgene wat ze gaan zien en gaan horen. We praten ook met Evelyn Franchi. Hij is de voorzitter van de bankiersvereniging en wij gaan met hem praten over het feit dat de mensen de mening zijn toegedaan dat de banken toch nog een vrijwaringsclausule hebben getekend met de centrale bank. Franchi beweert van niet, maar daarover hoort u later meer. We praten ook met de politicus Derre Moengra, die een andere mening is toegedaan ten aanzien van de vrijwaringsclausule, waarvan mensen toch nog hun bedenkingen hebben erover. Dus deze 3 gesprekken hebben we gedurende deze uitzending voor u. Maar we gaan voor u direct de telefoonlijnen opengooien. Ik verwelkom uw maatschappelijke mening op 532037. Ik herhaal het telefoonnummer voor u, 532037. Dit is Rashid Pierkans. Kalaan Jorkel, by the way. U weet, we zitten nog steeds in de partiële lockdown. Wat betekent dat van 8 tot 5 u zich niet mag begeven op de openbare weg. U mag dat uitsluitend doen als u beschikt over een expliciete toestemming van de organisatie van het COVID-team, zo u wilt NCCR. Dan pas mag u zich begeven voor dringende redenen en voor gerichte werkzaamheden. Er zijn rellen uitgebroken op Curaçao, chaos, demonstraties en er is met traangas geschoten. Leden van de Curaçaose oproerpolitie hebben vanmiddag het frontplein op Curaçao schoongeveegd door traangas af te vuren op een groep demonstranten die zich hadden verzameld voor Fort Amsterdam, waar de regering zetelt. Eerder was de politie al ingezet om te voorkomen dat demonstranten in het gebouw konden binnendringen. De demonstranten eisen dat minister-president Eugène Ragoenaert en zijn regering aftreedt. Zij riepen dat Ragoenaert naar buiten moest komen. De minister-president liet zich echter niet zien. De demonstranten zijn door de politie op grote afstand van Fort Amsterdam gedreven in het centrum van Willemstad. Daarbij is met flessen en stenen gegooid en zijn er winkelruiten en vuilcontainers gesneuveld. De situatie op Curaçao is zeer gespannen. Het protest begon woensdagochtend vanmorgen met een mars van enkele honderden vuilnismannen die boos zijn omdat 12,5% zal worden gekort op hun arbeidsvoorwaarden. Die korting voor ambtenaren en werknemers van de overheid NV's is onderdeel van de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor leningen die zijn gegeven om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Eerder op de woensdagochtend, dus vanmorgen, hield de grootste vakbond van Curaçao, ABVO, een vergadering onder werktijd over dit onderwerp. Tijdens die vergadering stemden werknemers van overheids NV in grote meerderheid tegen de korting. Het is nog steeds onrustig in de binnenstad van Curaçao. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, gaat u gang. Ja. Meneer Pierkan, er stond in het dagblad Suriname vandaag, hè, dat 44 assembleeleden, dus toekomstige assembleeleden, of gekozen assembleeleden, hebben bewilligd. En men zegt, volgens tabblad Suriname, ze hebben van meneer Nerkus, de DC, dat ook meneer Boutersen heeft bewilligd. Maar meneer Boutersen, niet meneer Boutersen, maar mevrouw Simons heeft gezegd, dat zij niet bewilligd, nog
En bouwt die bewilligd. Dus nu vind ik het vreemd dat Tabla Suriname zegt dat die twee wel hebben bewilligd. En nog iets. Dus kijk, ik wil niet meer dat ding van Tabla Suriname hoor. Maar je moet kritisch zijn naar uw krant toe. De woordvoerder van de politiebond, niet van de politiebond, van de politie, meneer Naden, heeft gezegd dat er vaak net nieuws of fake nieuws wordt geschreven in Tabla Suriname over de politie. Het geval van dat de mensen in Nikeri, de politieagenten in Nikeri, hebben maar één dusmasker of één mondkap gehad, terwijl het helemaal niet zo is. Dat vind ik als station toch? Dus als men jullie corrigeert, dan moet jullie ook zeggen, oké, we hebben het aangenomen, ja toch? Onze informatie was verkeerd. Maar vaak worden jullie bekritiseerd op andere stations door woordvoerders. En ik hoop dat jullie terug reageren van, oké, we hebben onze verontschuldiging aan. Dus ik wil van u nu weten, want die had vaak niet aan het dat Suriname, als het geen wat staat in de krant over dat de heer Bouty bewillig en mevrouw Simons of het op waar heeft berust. Goedenavond. Oké, dank u wel. Ik neem het mee. Ik zal het aan de mensen van Dagblad Suriname vragen. Gelooft u me? U gelooft toch niet dat ik de hele krant schrijf? Of gelooft u dat wel? Denkt u dat in Washington Post in Amerika, een van de grootste kranten, dat de eigenaar zich bezighoudt iedere dag met die krant? Maar ik bedank u voor uw opmerking en ik wil graag dat u de redactie van Dagblad Suriname belt. Het telefoonnummer is 426336. U kunt ze bellen, u kunt ze appen. En u kunt ze mailen, want daar moet u terecht zijn voor Dagblad Suriname. En dit is Kal Ajor Kal. Voor deze uitzending bent u bij mij terecht. En wat woordvoerders betreft, de woordvoerders weten waar ze terecht kunnen. En ze weten waar ze terecht kunnen. Dus voor Dagblad, belt u Dagblad. Dat is niet moeilijk, toch? Dit is Kal Ajor Kal. Deze uitzending heet geen Rashid Pierkans Dagblad Suriname. Dan gaan we verder fietsen. Maar het is wel leuk dat ik het heb gehoord, maar het boeit me even niet. Want u moet Dagblad Suriname zelf gaan bellen. Er zijn redacteuren daar die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de krant. Dan weet u dat ook vandaag. Dit is Kala Jorkal. We praten later nog met de landbouwer Rajan Bizizer. We praten ook met Evelyn Franchi. En we praten ook met Darren Moengra. Hij is een politicus. Met deze mensen hebben we al een interview gemaakt. En ik ga u vandaag ze ook laten horen die van... De landbouwer is een zeer interessante, omdat ik hou erg veel van mensen die aan landbouw doen. Hoewel ik zelf geen landbouw doe, ik ben zelf geen landbouwer. Maar als u kijkt hoeveel tijd en moeite mensen zetten aan gewassen die ze ten verkoop voor ons aanbieden. En hoeveel tijd erin gaat zitten en hoe makkelijk wij het nuttigen. En voordat je denkt, hebben we zo'n groentegewas gegeten, opgemaakt, zo je wilt. En dan moet je nagaan hoeveel tijd het neemt voordat zoiets groeit. Dus we praten later ook met hem. Laten we u brengen naar Zuid-Korea. U weet, er is Noord en er is Zuid. Het was voorheen de Korea. Toen ontstond de Koreaanse oorlog. Daar kunt u gaan googlen hoe het ontstond. En er ontstonden later twee landen, het Noorden en het Zuiden. Het Noorden heeft zich niet kunnen ontwikkelen. Het is een communistisch Korea gebleven. Het Zuiden heeft zich wel ontwikkeld tot een van de top 10 landen in de wereld. Maar daar gaan we vandaag niet over hebben. De stoffelijke resten van 147 Zuid-Koreaanse militairen zijn woensdag met een vliegtuig vanuit de VS in Seoul aangekomen. Het gaat om militairen die omkwamen in de oorlog met Noord-Korea tussen 1950 en 1953. De resten werden eerder vanuit Noord-Korea naar Hawaii gebracht. Dat gebeurde na bemiddeling van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn eerste top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore 2018. De terugkeer van de militairen gaat donderdag gepaard met een ceremonie met president Moon in Mo-jin. Zuid-Korea herdenkt donderdag ook het uitbreken van de Koreaanse oorlog 70 jaar geleden. We doen het nog steeds live. Laat me u de laatste informatie geven voor COVID-19. De mensen, de burgers van mijn land, die in aanmerking wensen te komen voor een ondersteuningspakket, het volgende is voor u bestemd. Er zijn veel mensen die mij vragen op mijn public forum, mijn public Facebook, waar ze terecht kunnen. En deze volgende boodschap voor u. Vanaf vandaag zijn ze begonnen tot en met 30 juni, houd dat vast, met registratie. Dus wenst u in aanmerking te komen voor een ondersteuningspakket, een COVID-19 ondersteuningspakket, dan kunt u zich laten registreren via de wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Ik herhaal,
Bent u geïnteresseerd of wenst u in aanmerking te komen voor een ondersteuningspakket, dit in verband met COVID-19 en u bent behoeftig, kunt u zich laten registreren bij een van de wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Personen kunnen zich opgeven vanaf vandaag tot en met 30 juni. En dat kan telkens van 8 uur 's morgens tot 12 uur. Dan weet u dat ook. Laatste COVID-informatie, een nieuw update voor u. 168 mensen zijn actief, besmet, zo je wilt. 319 zijn positief getest, 142 zijn hersteld, 392 zijn in quarantaine en er zijn 9 doden, jammer genoeg te betreuren. En we condoleren ons hierbij ook nog de nabestaanden van de 9 doden. Dat is de laatste update die we hebben ten aanzien van het coronavirus die er heerst in ons land. Wij vroegen onder via een webpeiling die wij hebben gehouden via Dagblad Surinames website, dbsuriname.com, hebben we een post geleden, hebben we burgers gevraagd wat zij denken ten aanzien van de salarissen van ministers, DNA-leden, of die verminderd, eventueel verminderd moeten worden. Let wel, het zijn webpeilingen, het zijn waarbij mensen via de website hun mening kunnen geven. En op die website kan je steeds 1 keer je mening geven en niet 2 keren. En dit hebben we niet zo lang geleden gehouden. En het blijkt dat 50% van de mensen vinden dat men 50% minder moet gaan verdienen. 50% vindt dat ze 43% minder moeten gaan verdienen. 30% vindt dat ze 23% minder moeten gaan verdienen. 20% 12%, 40% vindt 11%. En de salarissen mogen zo blijven, dat zegt 7%, minstens 10% zegt 4% minder gaan verdienen. Dus men is over het algemeen wel de mening toegedaan. Daarop komt het in principe neer dat DNA-leden en ministers relatief minder moeten gaan verdienen dan wat ze nu verdienen. Dat is volgens een peiling. U bent in uitzending. Goedenavond. Goedenavond, kijkers en luisteraars. Goedenavond, meneer Pierkan. Wat ik wil doorgeven, meneer Pierkan, via uw programma, is dat het wijken Tamega heeft geen wijkkantoor, meneer Pierkan, al bijna 2-3 jaar al. Dus het is een probleem voor die mensen van Tamega die niet mobiel zijn om hun te registreren. Want heeft men heeft die wijkkantoor zo'n beetje gecentraliseerd. En zoveel mensen en wijkbewoners weten niet waar die wijk een cluster gevestigd is. Dus dat is alvast een probleem. En ik denk dat meerdere woonwijken die probleem hebben. Want meneer Pierkan, die sociale zaken, die wijken ervan, die wijkkantoren, zijn niet om naar huis te schrijven, meneer Pierkan. Ik schaam me voor sommige van die behuizing van sociale zaken, meneer Pierkan, hoe ze eruit zien. Dus bij Tamega alvast ontbeert alvast een kantoor voor, om te registreren. En dat is ook een minpunt, meneer Pierkan. En wanneer ik ga over een ander punt praten, snel, meneer Pierkan, over die COVID-toestand. Waarom maakt men niet bekend in welk gedeelte van die gezondheidscentrum die test van die COVID te testen zijn, meneer Pierkan? Dus dat is ook een probleem wat men niet doet. Je hoort resort Zuid of West. Maar waar is die kantoor waar je kan gaan om die test te doen, meneer Pierkan? En soms vraag ik mezelf af, wat is die meerwaarde van die test? Want het kan bij een moment gebeuren dat je die virus oppakt. Dus dat zijn mijn opmerkingen, meneer Pierkan. Oké, dank u wel. Wat het laatste aangaat, waar de testen worden gedaan, ik hoop dat iemand van de redactie mij ondersteunt vandaag in deze uitzending, dat ik alsnog die informatie op mijn app kan krijgen, zover het bekend is waar de testen worden gehouden. Het is bekend dat het BOG testen doet, coronavirus testen doet. Zover u het gevoel hebt dat u getest wil worden, kunt u er naartoe gaan. Maar inderdaad, de locaties moeten een beetje duidelijk zijn. Ik hoop die informatie alsnog vanavond te krijgen. Als ik dat heb, dan presenteer ik dat alsnog in deze uitzending. Waar de wijkkantoren aangaan, dan nemen we dat mee. Zodat mensen van het ministerie wel weten wat ze doen ten aanzien van sociale zaken wijkkantoor Tamega, zoals deze meneer het daarna heeft bekendgemaakt en heeft aangekondigd in deze uitzending. 3 mensen, daar praten we vanavond mee. Als u blijft luisteren en blijft kijken naar deze uitzending, het is Cal Angelo, we zijn live in de uitzending.
Het is woensdag. U weet dat we nog in een partiële lockdown zitten. Dat betekent dat wij van 8 tot 5 ons niet mogen begeven op de openbare weg. Het is zaak dat de burger zich houdt aan de regels zoals vastgesteld. Want alleen als wij ons houden aan de regels, gaan wij in staat zijn om deze coronavirus te kunnen bestrijden. Want een overheid mag welke maatregel dan ook afkondigen met alle goede bedoelingen, of we het nou eens zijn of niet eens zijn, waarvan we soms zeggen, ja, het kon een klein beetje beter, dit kon je een beetje anders hebben gedaan. Maar het komt erop neer, het ligt aan de burger zelf om ervoor te zorgen dat wij verspreiding van COVID-19 kunnen voorkomen. Het ligt niet aan die overheid, het ligt bij ons als burger, inclusief mezelf. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond, meneer Farid. Meneer Farid, er was net gesproken over dat van eventueel verlagen van de salaris van de ministers. En wat nu ook actueel is, hè, is die TWK. Wat ik begreep, ik zit dan nu met de vraag, als men nu, want volgens mij is het een regeling, wanneer je minister af bent, dan kom je nog 6 maanden, kom je nog in aanmerking van de ministers salaris, toch? Dus dat is niet alleen maar TWK, maar de gewezen ministers, die gaan waarschijnlijk nog 6 maanden lang het verhoogde salaris ontvangen. En in het verlengde daarvan zit ik met de vraag, wat gaat gebeuren met de nieuwe ministers? Gaan die dan ook de verhoogde salaris ontvangen? Oké, ik weet niet of u het weet. Maar weet ik, meestal kom ik met mijn items in vragende vorm. Dus als u het weet, zult u erop, kan u erop ingaan. De vorige beller zat met een vraag van wat is het nut van die mobiele unit die testen doet, hè? Ik denk dat het ook te maken heeft met een soort proef. Ja, dit is mensen die zich niet goed voelen, die mogen gaan testen. Toch? En het resultaat daarvan is dat men ook een soort indicatie krijgt van hoe zit het in bepaalde buurten. En in dat artikel over die mobiele unit is de naam van dit programma genoemd Rachid Birkan. Eigenlijk gekoppeld aan de straat, nu weer gevonden weg. Zo staat het in een online krant. Dat men in de Rashid Birkan straat aan de overkant van Kewal Balsin Service Station ook gaat testen. Maar daar maakt men de fout. Rashid Birkan straat is in het verlengde van de nu weer gevonden weg voorbij de Magenta kanaal. En ik ga u daarover een vraag stellen en dan ga ik ophangen. Had uw vader, volgens mij, het is uw vader geweest, hè, meneer Rashid? Correct. Oké, mooi. Wat was de connectie van uw vader met de nu weer gevonden weg, met de omgeving? Ik heb interesse omdat ik van de buurt ben. Aboem, dat... Oh shit. Oké, dank u wel. Dan hebben we het gehad. Wat het laatste aangaat, dat moet ik aan die mensen vragen die het voorstel hebben gedaan. Het voorstel is derhalve niet van onze familie zelf gekomen, want wij kunnen geen voorstellen doen. Het is van de overheid gekomen. Dus we zouden die staat moeten vragen op grond waarvan ze dat deel hebben vernoemd naar hem. Voorstellen komen niet van ons, het komt van de staat. Dus daarop kan ik u geen antwoord op geven. Dat is één. Ten tweede, wat de meneer had gezegd, hij heeft niet gevraagd wat het nut was van die mobiele units. Wat hij zich afvroeg, is dat de locaties waar de testen worden gedaan een beetje duidelijker moeten zijn. Dat is wat hij had gevraagd. Ten aanzien van die TWK, en u hebt zich afgevraagd of de nieuwe regering het zo zal laten, de nieuwe salarering, dat is mij niet bekend. De nieuwe regering zal zelf moeten aankondigen wat ze willen doen. Wat mij wel bekend is, dat gedurende de interviews die ik heb gemaakt, gedurende de periode van de verkiezingen, heb ik het aan een aantal parlementariërs gevraagd en aan een aantal voorzitters van partijen. En ze waren allemaal unaniem de mening toegedaan dat de lonen van de ministers als DNA-leden proportioneel moeten zijn ten opzichte van de gemiddelde loon van de burger van Suriname. Dat was het uitgangspunt die ze aan mij hebben gezegd.
het gaat daar niet zozeer om bedragen. Je moet een basisuitgangspunt hebben, wil je iets veranderen. En hun uitgangspunt, wat ze mij hier hebben gezegd en wat u kunt gaan vinden op YouTube, is dat ze het terug willen brengen, proportioneel aan de hand van de gemiddelde inkomen van de burger van Suriname. Met andere woorden, als de burger 2 verdient, dan zou een minister 3 moeten verdienen en dan zou een parlementariër hoogwaarschijnlijk 2,5 moeten verdienen, bij wijze van spreken. Maar het zou niet meer zo moeten zijn dat de burger 2 verdient en de parlementariër verdient 12 en de minister verdient 20. Want dat is een scheve verhouding en dat is de vraagstelling die mensen al jaren ook al stellen in deze uitzending. Dus wat men mij heeft gezegd en wat u ook hebt gehoord in deze uitzending, mogelijk hebt u dat stukje gemist, is men gekomen tot het besluit van een uitgangspunt. Het moet wel in verhouding staan met wat de burger nu verdient. En daarmee ben ik ook unaniem mee eens. Waarmee ik eens ook ben, is dat als het beter gaat in mijn land, in ons land, dan moeten we allemaal proportioneel samen kunnen groeien. Let wel, mensen die werken moeten groeien, luie mensen moeten harder hun best doen. Dus ik praat niet over luie mensen. Mensen die werken moeten kunnen groeien. Want alleen als de burger groeit, komt er meer bedrijvigheid in ons land. Er komen meer bedrijven, er komt meer werkgelegenheid. Werkgelegenheid brengt rust en werkgelegenheid zorgt ervoor dat je minder criminaliteit hebt. Dit is Rashid Pierkans, Kala Jorkel. Oké, ik begrijp nu dat we ook via Alpha Channel Facebook Live zitten. Bedankt dat de jongens dat alsnog hebben gefixt. Dus de mensen die ergens toevallig op die Alpha Facebook zitten, kunnen deze uitzending ook volgen via Alpha Channel Facebook Suriname. Dit is Rashid Pierkans, Kala Jorkel. Laten we nu gaan luisteren naar een interview die ik heb gemaakt eerder op de dag met de heer Evelien Franchi. Franchi is, behalve het feit dat hij directeur is van de Vina Bank, is hij ook voorzitter van de bankiersvereniging. En een van de redenen waarom ik een interview met hem heb gemaakt, omdat er sprake is dat de vrijwaringsclausule opgenomen is door de banken in hun overeenkomst met de Centrale Bank van Suriname. Hij beweert dat het niet waar is. En wat hield deze vrijwaringsclausule in? Zover het inderdaad niet is opgenomen en zover het wel is opgenomen, mocht het zijn opgenomen, betekent dat niets anders dat mensen die mogelijk betrokken zijn bij een andere wending geven van die 200 miljoen Amerikaanse dollar uit de kasreserve, dat die mensen mogelijk niet vervolgd hoeven te worden vanwege het feit dat mogelijk de individuele bank en de bank al dan niet in collectief hebben besloten dat ze geen civiel en strafrechtelijke vorderingen zullen doen tegen de centrale bank en al dan niet tegen personen van de bank die destijds de leiding over hadden. Franchi beweert, dat is niet waar. Dat is niet waar en laten we nou naar hem gaan luisteren. Dames en heren, we praten met Evelien Franchi. Hij is de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. En wij praten met hem over de vrijwaringsclausule die men beweert mede is ondertekend door de verschillende banken in Suriname. En dit rond het feit om het gebeuren van die 200 miljoen US dollar kasreserve schandaal. Meneer Franchi, is het correct dat de bankiers mede hebben ondertekend? Meneer Pierkan, laat me even uitweiden. De contracten zijn per bank getekend. Het is geen algemeen contract. Elke bank heeft zijn eigen contract met de centrale bank getekend. In de contracten is er absoluut geen vrijwaringsclausule opgenomen. Dat kon niet. En uw medium heeft het zelf gepubliceerd, een brief die uitgelekt is waarschijnlijk van de PG, waarbij de PG duidelijk heeft aangegeven, en het ook in de wet staat, dat niemand een andere kan vrijwaren. Het OM heeft het vervolgingsmonopolie, en alleen het OM zou dat kunnen doen. Dus in dat opzicht, wat op dit moment de ronde gaat, is absoluut bezijdend de waarheid. Als ik morgen tot de ontdekking kom dat er opzet in het spel is geweest en ik bijvoorbeeld iemand of het instituut van de centrale bank, dat ik bewijs heb dat ze willens en wetens de middelen hebben laten verdampen, dan kan ik morgen een strafklacht indienen. En ik wil nogmaals doorgeven, want ik word er met de haren bij gesleurd als persoon.
China Bank is de eerste en de enige bank tot nu toe die een strafklacht heeft ingediend. Laat het duidelijk zijn dat China Bank de eerste en tot nu toe de enige bank is die een strafklacht heeft ingediend. En weliswaar tegen de oud-governor, omdat wij vinden dat de oud-governor degene was met wie wij dealden, degene was die de contracten met ons heeft getekend, die het voorschrift heeft getekend en die ons allerlei verhaaltjes verteld heeft. Maar let wel, als het OM nu gaat onderzoeken op basis van de stukken die China Bank heeft overhandigd en mijn overige collega's als getuigen bij de politie hebben verklaard, als zij achten dat de centrale bank als geheel of een ander individu binnen de centrale bank schuldig is, dan gaan ze ook die persoon of het instituut vervolgen. Dus het tekenen van een vrijwaringsclausule is niet alleen juridisch incorrect, want het OM heeft het vervolgingsmonopolie. Ja, ik heb al een strafklacht ingediend. Dus niet rationeel zijn om dan een vrijwaringsclausule die tegen de wet is, nog te tekenen. Okay. Nogmaals, ik wil benadrukken, de persoon die denkt en weet dat wij, ik, Franci, of China Bank, of een van mijn collega's, tegen de wet, heeft gehandeld, het staat ons vrij. Het staat in de wet. Als je weet, als je kennis hebt van een strafbaar feit, moet je aangifte doen. En ik zou iedereen oproepen, als ze kennis hebben van een strafbaar feit die wij hebben gepleegd, dat ze aangifte doen. Okay. Zoals ik namens China Bank aangifte heb gedaan over het verdwijnen van de kassareserve. En tot nu toe ben ik de enige bank die dat gedaan heeft. Oké, meneer Franci, maar dat is vanuit het Openbaar Ministerie, want die heeft altijd het vervolgingsrecht. Die theorie kent men wel. Maar tussen de overeenkomsten bilateraal tussen banken en de centrale bank, dan laat ik het Openbaar Ministerie buiten beschouwing. Dan zie ik de banken en de centrale bank van Suriname als partners van elkaar. Binnen die bilaterale overeenkomsten is er daar een vrijwaringsclausule in getekend. Maar meneer Pierkan, dat geef ik net aan. Er is geen vrijwaringsclausule getekend omdat het juridisch incorrect is. Nogmaals voor de juistheid. Geen enkele bank heeft dat getekend? Of praat u alleen voor uzelf? Nee, kijk u. Geen enkele bank heeft het getekend. En de reden waarom ik weet dat geen enkele bank het heeft getekend, omdat ik als voorzitter, zeg maar, onderhandeld heb met de centrale bank om het over de puntjes op de i. We hebben het besproken onder de banken, we hebben het besproken onder alle banken. En at the end of the day hebben alle banken hier en daar een twist, want bijvoorbeeld Amana moest het halal maken, bijvoorbeeld. DSB wilde nog, had ook nog het Blauwmeer gedoe, de Blauwmeer case die ze moesten regelen in het contract. Dus puntjes op de i bij de diverse banken, maar ik ben er niet van bewust dat één bank een vrijwaringsclausule heeft getekend. Nogmaals, ik zeg het hard, als morgen blijkt, of vandaag blijkt, dat zeg maar, wij tot de ontdekking komen dat een functionaris, of een RVC-lid, of een van de directeuren, willens en wetens meegewerkt heeft aan het verdampen van de kasreserve, zijn wij verplicht. Het staat in de wet. Ja, nee, nee. Meneer Franci, dat blauw boekje of groen boekje, dat kent iedereen zo'n beetje wat de wet zegt. Ik wil erop terugkomen op de overeenkomsten. U vindt dat tussen de banken en de centrale bank, ik laat het Openbaar Ministerie buiten beschouwing voorlopig, er geen clausule is opgenomen en ook niet in de overeenkomst van terugbetaling. Bent u zeker? Ik kan. In de clausule, in de paragraaf van de terugbetalingsovereenkomst. Nee, is er geen vrijwaringsclausule? Ik kan niemand vrijwaren, meneer Pierkan. Nee, ik heb het niet over u. Ik heb het over het algemeen. Ik praat tot u als voorzitter van de bankiersvereniging en niet als directeur van de China Bank. Ik was daar met 7 banken om te tekenen. En alle 7 banken hebben los van hun twistjes hier en daar, omdat ze een andere vorm hebben, ben ik er niet van bewust dat een bank een ander type contract getekend heeft dan wat uiteindelijk door alle 8 banken getekend. Wat duidelijk moet zijn, de banken hebben een correct stuk getekend, volledig in lijn met de wet en regelgeving van Suriname. We hebben niets getekend om niemand te vrijwaren, want dat zou ook internationaal tegen ons werken. Hoe kunnen we mensen vrijwaren
als we überhaupt die rechtskracht hadden, kan ik niemand vrijwaren, want internationaal zou het tegen me werken. Meneer Franchi, dan hebben we u gehoord, uw mening. En het is duidelijk volgens u dat geen van de bankinstellingen een eventuele vrijwaringsclausule hebben ondertekend. Prima, dan hebt u dat stukje gehoord. Hoe kwam dit schandaal naar boven? Enkele maanden geleden, toen de governor Robert van Tricht nog de governor was van de centrale bank, wisten zelf de banken niet dat men 200 miljoen uit hun kasreserve een andere wending had gegeven. Is totdat de banken in vergadering met Hoefdraad als minister van Financiën op een gegeven moment in de gesprekken eisten om de stukken te zien waar hun geparkeerd geld was, konden die stukken niet overlegd worden. En toen is dat ding van die 200 miljoen boven water gekomen. Dus op een gegeven moment in het prille begin wisten die banken zelf niet. En later kreeg je die hele heisa erom. En toen kreeg je die president-commissaris Vijay Kirplani, de voormalige president-commissaris van de Centrale Bank, Vijay Kirplani, toen dan in een persconferentie tezamen met president Boutersen kwam kon vertellen dat die 200 miljoen kasreserve, welke spaartegoeden zijn van de burger, geen geld van de bank, maar van de burgerij, een andere wending hebben gekregen. En toen kwam het verhaal van aardappelen en uien, het verhaal van Ashwinadin, wat u wel kent. Maar in eerste instantie wisten de banken ook niet eens dat hun geld weg was. Dus de vraagstelling is, wanneer een bankier je iets zegt, moet je een bankier kunnen vertrouwen. En heeft het vertrouwen wel gewicht? Want er zijn veel schandalen, veel geluiden rondom banken omgegaan sinds die 19 miljoen in beslag namen in Nederland. En daarom hebben mensen nog twijfels. En een van de personen die twijfels heeft over datgene wat is uitgelegd daarnet, is de politicus Darren Moongra. En hij geeft ook zijn mening over een mogelijke vrijwaringsclausule, ja of nee. Gaat u meeluisteren. Heren, wij praten met de heer Darren Moongra. Hij is politicus. En wij vroegen zijn mening naar aanleiding van de vrijwaringsclausule die getekend geworden is door de banken van Suriname. Deze vrijwaringsclausule houdt in grote lijnen in dat de bestuurders en alle betrokkenen van de Centrale Bank van Suriname niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de verdwijning van de kasreserve. Meneer Moongra, wat is uw mening hierover? Ik ben erg geschrokken natuurlijk, omdat dit komt precies als een donderslag uit de hemel vallen, waar iedereen had gedacht in het kader van het onderzoek, het gerechtelijk onderzoek dat daar loopt op de centrale bank, waarbij duidelijk is gebleken dus dat er inderdaad zaken zich daar hebben voorgedaan die het daglicht schuwen. Dan zou je denken dus dat men gewoon rustig dat onderzoek zou afwachten en kijken wie er allemaal weer nog aan betrokkenen zijn. Nu merken we dus dat het blijkt zonder aankondiging vooraf dat inderdaad die vrijwaringsclausule is afgegeven. De vraag is, wie kan dat afgeven? De eerste die dat doen, die namens de banken praat, dat is meneer Iblijn Franchi, die ook directeur bij de Finabank is. En laten we kijken eerst. Ik bedoel, meneer Franchi weet precies waarmee hij bezig is. Hij weet wat de rijkwijde en het impact is van deze zaak. U hebt het net aangegeven. Mensen worden gevrijwaard van eigenlijk misdaden die bepleegd zijn. Ik bedoel, wanneer het gaat om 100 tot 200 miljoen van de gemeenschap, dan is het een zeer ernstige zaak. Meneer Franchi Farid is iemand waarvan vanaf het begin, je weet misschien in de aanvalstadium, men al lang heeft beweerd dat hij een beetje op één lijn met meneer Hoefdraad is bezig geweest. Ja? Door zijn toedoen zijn de banken vandaag hun geld kwijt. Vanaf het begin. Het ding stond bekend als een zogenaamde kasreservekoep waarin hij toch wel te ver heeft laten gaan. Misschien herinner je de uitspraak van met name de heer Jim Boezait, die heeft aangegeven dat in deze kwestie met name de bankiersvereniging voor 1000% ook aansprakelijk is ook eigenlijk. En die, ze hebben gewoon meegewerkt, ze hebben oogluikend toegestaan dat zaken zo ver zijn gekomen. Totdat hard bleek dat die 100 miljoen in feite was geroofd. De VP zei nog, het gaat om voor de aankoop van aardappelen en uien. En toen is meneer Franchi begonnen met zogenaamd te kijken naar terugbetaling. Dus een heleboel trammeland gemaakt. En uiteindelijk
is dat zijn er afspraken gemaakt waarbij de zaak in dat zogenaamde contract, ja, dat terugbetalingsovereenkomst moet komen. Maar waarbij met name een tijd lang is gegaan om de kwestie van die aansprakelijkheid. Denk, Farid, wat we moeten aanspraken. Wie zijn de benadeelden in deze? Dat is niet de bankiersvereniging. Maar de bankiersvereniging is wel degene die dan gaat tekenen een overeenkomst waarbij mensen gevrij worden van hun aansprakelijkheid. Maar zij zijn in feite niet de benadeelden. De benadeelden zijn de mensen die daar hun geld hebben op de bank, op de banken die dan daar als kasreserve zijn opgebracht. In feite, in mijn ogen, bij een eventueel juridisch proces, is zelf dat contract dat men denkt te hebben te willen sluiten, al dan niet met die vrijwerking, in feite om die reden alleen maar als nietig te beschouwen. Begrijp je? Dus ik denk dus dat deze zaak niet zo blauw moet worden gelaten. Misschien dat vanuit de benadeelde groep, de grote spaarders, de mensen die daar geld hebben, die nu op deze wijze mee omgegaan is, dat die zeker dit daartegen toch wel zouden moeten opkomen. Zo'n grote, stukje roof. U weet nog dat met name heeft de VES toen gezegd, Suriname pleegt de centrale bank pleegt de grootste bankroof aller tijden. Zelf mevrouw Van Dijk Silos heeft aangegeven in een bekende artikel dat met name de staat en het particuliere systeem erg corrupt is. Wanneer we dit overeind laten staan, mensen hebben zich daarvoor geleend en ze mogen ongestraft vrij uitgaan. Ze blijven daar op die bank werken, ze vormen een stuk gezicht van die bank naar buiten toe, internationaal. Dat betekent dat die hele integriteit van de bank daarmee gaat wegvallen. Het geloof in die bank, dat mensen daar hebben gerotzooid en rustig op die positie blijven, ongestraft dingen hebben gedaan die de totale samenleving verschrikkelijk veel schade berokken. Ik denk dat dit allemaal gewoon onkan, Farid. Er is wel een bankiersvereniging, dat klopt, maar iedere bank heeft een eigen verantwoordelijkheid. In dat geheel hebben we toen gezien dat de Surinaamse bank apart een kort geding had aangespannen tegen de centrale bank omtrent die vrijwaringsclausule. Later hebben we ook gezien dat ze die rechtszaak hebben ingetrokken. Deze vrijwaringsclausule is doorgedrukt en opgenomen door de huidige governor van de centrale bank, dat is de heer Roemer. Welke rol heeft de heer Roemer in deze vervuld? Ja, nou kijk, wat wil zeggen, de heer Roemer heeft het doorgedrukt. Een contract is iets waarbij twee partijen iets met elkaar overeenkomen. Begrijpelijk dat de heer Roemer probeert zaken door te dringen om zichzelf of zijn mensen, zijn medewerkers, die daar wel voor zijn aan te wijzen. De zaak is natuurlijk net voor Roemer is dit gebeurd. Dan kan ik het begrijpen. Maar aan de andere kant, de meetekenende partner, dat is de Surinaamse Bankiersvereniging. Dus ik bedoel, in feite wat voor de ene geld gaat voor het andere. Ik denk dus dat we gewoon de spaarders, zijn verkocht eigenlijk. De Centrale Bank van Suriname zou op basis van ons rechtvaardigheidsrechtssysteem nooit zoiets in een contract mogen opnemen, toch? Absoluut niet. Dus, Je weet trouwens dat deze hele zaak van het misbruiken van de gelden van de particuliere banken en van de spaarders, dat ook in de voorwaarden van de centrale bank zelf is opgenomen in de procedures. Zijn er genoeg regelingen daarop opgenomen die dat verbieden? In feite dus heeft men haar eigen regels, interne regels, vertrapt toen men begon met die kasreserve voor heel andere doeleinden te gaan gebruiken dan waarvoor in feite het bestemd was. Waarover ik het had, zou de centrale bank het nooit mogen opnemen op basis van het feit dat als mensen mogelijk een strafbaar feit hebben gedaan, de centrale bank ook goed fatsoen moest tonen om die mogelijk te laten vervolgen, zover er sprake is dat er iets gedaan is geworden. Dus hoe komt het dat de huidige governor van de centrale bank, heeft hij de mes op de keel gezet van de banken om te zeggen, jongens, van als jullie dit niet meedoen, uiteindelijk gaan jullie toch met mij moeten werken. Want de banken van Suriname hebben een partner in de Centrale Bank van Suriname. En je wil die partner niet in ongenade laten vallen.
klopt. Kijk, nogmaals, ik denk dus dat wat de centrale bank hiermee heeft bereikt, in ieder geval, door een dergelijke clausule te laten opnemen, is namelijk het verspelen van de integriteit van de bank. Zo'n clausule kan je nooit opnemen, dat je, waarmee je, de, je zegt dat ik mijn medewerkers die zaken hebben gedaan, die het daglicht schuwen, die totaal niet mogen, die tegen de bankaire regels, tegen andere regels, in feite komt het neer in de woorden van de vers op pure diefstal dat er is gedaan, dat je clausule opneemt dat mensen daar ongestraft werden. Ik denk dat dat de complete laten we zeggen, schade toebrengen is aan de integriteit van de bank en de geloofwaardigheid. Dus ik vind het jammer, wat ik bedoel, er waren hoge verwachtingen met de komst van de heer Roemer. Ik vind het jammer dat hij op zo'n makkelijke wijze zich zo ver heeft laten bewegen om toch deze zaak in een overeenkomst te gaan opnemen. Het is gewoon absurd. Valt de huidige governor van de centrale bank, de heer Roemer, nog te handhaven op deze bank? Ik denk met deze kwestie, met deze, met dit wat er nu speelt, denk ik dat die gewoon onmiddellijk zou moeten worden vervangen. Dit kan niet. Dit is gewoon meewerken aan iets waarvan je bij voorbaat weet dat het totaal onkan is, onverantwoordelijk is en zeer onethisch. Om maar niet te spreken, van eigenlijk zou ik zeggen, is bijna strafbaar. Want je bent hiermee bezig bewust de belanghebbenden te benadelen door te voorkomen dat er claims door hun kunnen worden aangespannen door tegen jou als bank, die heeft gezorgd dat de mensen hun geld in rook is opgegaan. Aldus de politicus Derre Moengra naar die mogelijke vrijwaringsclausule. We hebben eerder op de avond ook een interview gedraaid van de voorzitter van de bankiersvereniging, de heer Eblin Franchi. En hij beweert dat er geen vrijwaringsclausule is getekend door de banken. Alle banken hebben wel apart een bilaterale overeenkomst, met andere woorden een standalone overeenkomst met de centrale bank. En zover hij kennis van draagt, zegt hij, is er geen vrijwaringsclausule getekend. Het is nu zaak, want er is ruis. En waar de ruis is, is er iets. Het is zaak dat de centrale bank van Suriname, die aan diggelen is geslagen, vanaf hoefdraad op die bank heeft gezeten. Daarna Robert van Tricht, die heeft hem helemaal kapot geslagen. Want je denkt op een gegeven moment dat je daar een kapotte zoutensoepachtige winkeltje draait. Dat die centrale bank van Suriname enorm hersteld moet worden in haar imago. Daarom is het zaak dat de centrale bank nu uitkomt om die burger te vertellen of datgene waar er ruis over is, of dat juist is of niet juist is. Dus de bal ligt bij de centrale bank. De banken op zichzelf, ja, die hebben natuurlijk bankgeheim. Die gaan hun overeenkomsten die ze hebben gesloten, en dat is ook correct, gaan ze niet op de toonbank voor u zetten om te zeggen, kom er lekker in bladeren, dan kunnen we erheen fietsen, jij en ik samen. Dat werkt niet zo, want ze gaan dat niet tentoonstellen. Dus jij gaat er gevoeglijk van uit dat je ze moet geloven in wat ze zeggen. Daarvan gaan zij uit. Maar de burgerij gaat er ook van uit. Er is zoveel gebeurd de afgelopen periode rond onze financiële instituten, dat we nu even moeten wachten wat de centrale bank zegt hierover. Dit is Kalaad Jorkel. Goedenavond. Goedenavond, meneer Farid. Goedenavond, meneer. Meneer Farid, als ik ergens werk en er wordt pensioenpremie van mijn salaris ingehouden, wordt dat afgedragen aan het pensioenfonds. In dit geval Algemeen Pensioenfonds. Is het niet de taak van het pensioenfonds mij elk jaar een overzicht te doen komen waarin staat geschreven: meneer Ey, u heeft zoveel aan pensioenpremie voor dit jaar betaald. Dan kan ik dat even controleren met mijn salarissen, of het klopt. Ja of ja? Dat was het. Graag uw reactie. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Kijk, die mensen van het pensioenfonds, dat ding is zo'n mysterieus ding. Alle regeringen houden het zo gesloten dat mensen geen toegang hebben tot mogelijk de juiste informatie hoe dat ding opereert. Het is zo'n mysterieus ding. In het verre verleden hebben wij gezien
dat regeringen de middelen van onze pensioenfonds hebben gebruikt voor andere doeleinden. Omdat dat is het geld eigenlijk dat wordt geparkeerd van de mensen die hebben gestort. En dan zit je op een gegeven moment met een grote bakje geld, om het zo makkelijk uit te drukken. Maar als je met veel geld komt te zitten op een gegeven moment, moet jij als pensioenfonds iets met dat geld doen. Want geld maakt geld. Maar geld kan ook eroderen, geld kan ook devalueren. Dus vaak genoeg doen pensioenfondsen, ook in de wereld doen ze dat, dat ze dat geld nemen en her en der beleggen waar ze een beetje rente op kunnen gaan verdienen. En dit is een heel mysterieus. Die mensen zijn niet open, ze zijn niet transparant. Maar als persoon die stort, en al is het 1 cent, ja, dan heb je in een normaal instituutleven heb je wel recht op inzage of jouw geld op de juiste plek is. Of jouw geld op de juiste plek is. Maar alle mensen die pensioenen hebben gestort, alle mensen die hun harde SRD eens hebben gestort, dat is gedevalueerd. Als je nu bij wijze van spreken je pensioen zou moeten krijgen, zou je een geërodeerde SRD in je handen krijgen. Het is gedevalueerd, om het populair te noemen, gedevalueerd. Het heeft bijna geen waarde meer ten opzichte van toen je die harde SRD. Maar dit ga je altijd krijgen wanneer je een slecht beleid hebt. Dit krijg je altijd bij een slecht beleid. Maar bij een stabiel beleid, waar de economie stabiel is, je financiële sector is stabiel, alles is rustig, mensen zijn vrolijk, mensen kunnen produceren, bedrijven komen, minder criminaliteit, dan krijg je dat je munt waarde vast, zo je wilt, hard blijft. En dan krijg je ook een goede uitkering van je pensioen tegen het einde dat je recht hebt op je pensioen. Ik ga even eruit en ik ben straks weer terug met meer. Dames en heren luisteraars, welkom terug tot Rashid Pierkans Kalajorkal. Dit is gisteren, vandaag en morgen. Mijn naam is Farid Pierkan en ik presenteer u deze aflevering voor woensdag 24 juni 2020. Wij verwelkomen nog uw maatschappelijke mening op het telefoonnummer 532037. Intussen heb ik wat aanvullende informatie binnen ontvangen van een beller die vroeg waar men die COVID-19 testing doet. Waar voor morgen, dat is donderdag, is het gebied Paramaribo Zuid aan de beurt. Dus nogmaals voor de personen die het wensen te weten waar men de testingen doet. Het zijn dan testingen waarbij u mogelijk het vermoeden hebt dat, laat me toch maar voor zekerheid weten of ik het heb of niet heb. En ze hebben daarvoor een drive-in en een walk-through testing systeem voorop ingesteld. En voor donderdag is het gebied Paramaribo Zuid aan de beurt, waaronder Evram Zege, Menkendam en Taminga. De omgeving van Service Station Kewelbansing, het gebied rondom de Van Hogerooistraat en Beekhuizen en Abrabroki. Daar bent u ook bij deze geïnformeerd. U bent in uitzending. Goedenavond. Goedenavond, Fadi. Ja, goedenavond. Ik ben een beetje geschrokken wat ik gehoord heb in uw programma met betrekking tot meneer Frenzy gedaan zou hebben. Hij heeft ontkend. Laten we hopen dat hij het niet ondertekend heeft. Dat is punt 1. Maar ik wil u terugvoeren. Een aantal maanden terug. Toen bedoeld clausule wel was opgenomen. En de directeur van de Surinaamse bank geweigerd had dat om te tekenen. En toen was alles een beetje zo stil. Dat Frenzy nu bevestigt dat de zaken ondertekend zijn, maar geen clausule. Laten we ervan uitgaan dat dat juist is. Maar al zou meneer Frenzy getekend hebben, toch zou het aanvechtbaar zijn door de spaarders zelf. U heeft de reactie van de PG gehoord. Niemand zou dit kunnen intrekken, omdat ik de benadeelde ben wanneer ik het geld bij de bank heb gedeponeerd. En dat is met betrekking tot bepaalde afspraken die je hebt met de bank. Lichten, starten, wanneer je wil lichten. En wanneer de bank nu 250 geeft,
kan ik u wel één ding zeggen. De dag waarop een cliënt naar de kortgedeenrechter gaat en vraagt naar zijn geld, dan zal de bank het wel moeten afgeven. Een interne beslissing van de bank is niet gebonden aan de wettelijke regelingen van een land. Farid, het zo. Ik wil u een voorbeeld geven. Laten we zeggen, ik ben een kapitalist en u heeft een bureau. U stelt geld uit. Ik geef u $10,000 met de overeenkomst dat u het gaat uitzetten, maar dat met toestemming van mij. Maar u doet dat niet. En u gebruikt het geld. Of u geeft een derde. Die een zwerver is. Zonder enige onderpand en zonder mijn toestemming. Dan kan ik dat aanvechten contra u. Contra u. Het is in strafrechtelijke zin en ook civielrechtelijke zin strafbaar. Maar laten we hopen dat wat meneer Frentje zegt, dat het waar is. Maar net wat u gezegd heeft, wat het ook is, is het vuur. Laten we hopen dat het niet zo is. Dank u wel. Oké, dan nemen we dat aan ter kennisgeving. Het is zaak bij deze. De Centrale Bank van Suriname heeft een imageprobleem gehad in de afgelopen jaren. En die imageprobleem van de Centrale Bank is ontstaan vanaf de periode dat hoofdraad governor is geweest van deze bank. En het heeft zich voortgezet bij de periode van Van Tricht. Daar heeft het zich voorgezet en bij Van Tricht is het helemaal out of control gegaan. Vandaar dat we nu onder andere hebben gezien dat Van Tricht een verdachte is in een case en hij is nog steeds opgesloten in deze. We weten ook dat de PG minister Hoefdraad als verdachte wil gaan aanstellen. We weten ook dat deze huidige parlement het verzoek van de PG derhalve voor een vervolging heeft afgewezen. Dus we zijn benieuwd wat die nieuwe parlement in deze kwestie gaat doen. Dus om die image van de Centrale Bank op te vijzelen, die heel erg beschadigd is... is het wel een zaak dat de Centrale Bank van Suriname tenminste minimaal met een statement komt om al het geruis weg te halen. Want de bankiersvereniging is een partij. Maar de grootste partij is de bank op zichzelf. Dat is CBVS, de Centrale Bank van Suriname. U bent in de uitzending. Goedenavond. Oké, die hebben we dan niet aan de lijn. We gaan vanavond, later nog heb ik een interview gemaakt met een landbouwer. Dat is Rajan Bizisser. Hij is van Green Grow Garden. En waarom ik het heb gemaakt, vind ik toch zo leuk als mensen echt productief bezig zijn voor aan de landbouw, dat ze hun verhaal ook kunnen vertellen. En behalve dat mogelijk mensen die kijken en of luisteren ook uit het verhaal enige spirit kunnen halen om te zeggen van weet je, ik wil dat ook gaan doen. Want soms moet je echt iemand hebben waarvan je zegt, hey, dat trekt me nog net aan om het ook te kunnen gaan doen in mijn leven. Dus vandaar dat ik graag dit soort mensen in beeld wens te brengen om ook hun kennis en ook hun vaardigheden met u te delen in Rashid Pierkans Kelajorken. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. We hebben in een peiling destijds, via de webpeiling van Dagblad Suriname, de burger ook gevraagd of hij bereid is om meer belastingen te betalen. We hebben de burger gevraagd, bent u bereid meer te betalen aan belasting, stroom en water ten behoeve van de verbetering van onze economie? En dan mag je raden wat ze hebben gezegd. 63% vraagt, ben je gek in je hoofd? Oké, dat hebben ze natuurlijk niet gezegd, maar ze hebben gezegd nee. En 37% heeft gezegd, ja, ze zijn wel bereid te betalen als het ons allen ten goede komt. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond meneer Farid. Ja, goedenavond. Gaat u gaan? Ik wil de... Kijk een beetje luid, dat is het. Ik wil de... Even ingaan op die... Er is een vertraging op die telefoon, dus ik ga gewoon doorpraten. Hè? Nee, u moet gewoon praten. Ik hoor u. U moet gewoon praten. Gaat u gaan. Praat u. Okay. Wat wilt u? Ik wilde praten over dat hele bankair gebeuren.
Meneer Farid, ik en u weten, en u bent zakenman ook, u weet dat, kijk, ik ga u zeggen, het geld wat ik heb, past in mijn zak. Al het geld wat ik heb. Maar natuurlijk heb je bedrijven en instituten dat geld niet in een zak past, dus je gaat het moeten storten op een bank enzovoort. Maar daarvoor ga je een tegenprestatie moeten doen. Dus ze gaan een deal met je maken. Dus als die banken op een gegeven moment hun geld niet in eigen beheer kunnen houden, gaan ze een deal met de centrale bank maken om het in hun beheer te houden. En dan gaan ze een deal maken. In geval in dat opzicht er een, laten we zeggen, een van die partijen houdt zich niet aan afspraak, is het geen probleem om een herschikking te treffen. Ze gaan een ander deal maken. In de wet heb je iets van, ook al zeg je dat iemand gestolen heeft, zolang je geen aangifte hebt gedaan, kan de politie dan onderzoeken. Oké, okay, los van zedendelicten en een paar zaken wat aan zelf onderzocht kan worden. Maar je moet aangifte doen voor de politie, voor die stel onderzoek. Die benadeelden, in dit geval de banken, doen geen aangifte. Dus ik weet niet waarom ze druk maken. Omdat waarschijnlijk aan mij ook, laten we zeggen u hebt 60 miljoen US dollar op de bank. En u zegt, u gaat een schip kopen. En u gaat bij de kassa en die dame zegt, sorry, we hebben dat geld niet. De bankdirecteur roept u en zegt, luister, maak je druk meneer. Ik geef u 50% rente per jaar op dit geld en doet u geen aangifte tegen mij. Dat is een civiele deal. Dat is normaal in de businesswereld. Dus, maar wat ik wel wil zeggen, ik wil... U moet meneer Daramungra, van ik hoop het, hè, meneer Santoki gaat straks president worden. Laten ze het hoofdbureau van politie afmaken. Want meneer maar kunnen we dat bankgedeelte afmaken? Want dan, we gaan naar ik ben klaar daarmee. Oké, dan ga ik je bedanken. Dank u wel. Waarom ik hem even stop, hij ging naar een ander onderwerp. Het is graag dat als u inbelt, u één onderwerp pakt, u goed bouwt en niet twee, drie onderwerpen, anders wordt het te lang. En hoogwaarschijnlijk kunt u niet alle drie in een goed verhaal afmaken. Dus het is adviseerbaar dat u één onderwerp pakt, goed inkleedt en dat u dat op een heel makkelijke manier kunt vertellen waarvan mensen u kunnen horen en kennis van kunnen nemen. Van alles dat u hoort, dames en heren, moet u zelf uw eigen controlemechanisme in werking stellen of datgene wat u hoort, ook van mij, let wel, ook van mij, want ik ben medeparticipant samen met u, of hetgeen er wordt gezegd wel of niet op waarheid berust. Dat is uw werk, om het verder te checken, zover u geïnteresseerd in bent. Want u hoeft er echt niet geïnteresseerd in te zijn. U bent in de uitzending, goedenavond. Goedenavond Farid, goedenavond luisteraars en kijkers. Meneer Farid. Die kwestie van de banken. Als ik klant ben van een bank, kan ik dan de bank niet verplichten mij inzage te doen krijgen van dus die overeenkomst? Kan nee, dat niet? Nee, u bent klant, u bent geen aandeelhouder. U bent klant. U bent geen aandeelhouder. U hebt geen recht op inzage op documenten van de bank. U maakt een fout. Oké, dan heb ik het begrepen. Dan moet u aandeelhouder gaan worden. Dan kunt u op de aandeelhouder. Dan moet ik geld bij u komen halen om die aandelen te kopen. Nee, het hoeft niet. Er zijn ook aandelen van 1 Amerikaanse dollar op de beurs te kopen. Zo werkt dat ding niet. Dus u moet die bal niet terugkatsen naar mij, alstublieft. Er zijn ook aandelen van 1 Amerikaanse dollar op de beurs als u werkelijk wil meedoen met beurzen. Oké? Okay? Ja, dat was een geintje natuurlijk. Ja, maar die geintje wordt soms serieus genomen door mensen. Meneer Farid, u bent snel op uw teentjes getrapt, man. Nee. Omdat wanneer mensen halve dingen zeggen, gaan andere mensen een heel verhaal van maken. Ik ben niet op mijn teen getrapt. Ik probeer aanvullend te zijn. Oké. Dat beschouw hetgeen ik heb gezegd als niet gezegd te zetten. Nee, ik neem het aan ter kennisgeving. Nog iets. Die kwestie van die pensioenfondsen. Mm-hmm. Ik heb die meneer gevolgd dat hij zegt dat geld wordt van zijn salaris afgetrokken. Pensioenpremie. Voor zover ik het weet, gaat die premie niet naar het pensioenfonds, maar naar het ministerie van Financiën. Als het betreft ambtenaren hoor.
Want het pensioenfonds Adolf Stede Krullen, waarvan men misschien directeur is, beheert geen gelden. Zij maken alle stukken op. Die worden gestuurd naar financiën. Financiën sturen naar centrale bank om dan de gelden over te maken om de pensioenen te storten. Dat is mij bekend. Okay. Dat wil ik even meegeven prima aan die goede man die heeft gebeld. Oké. Dank u wel voor deze aanvulling. Dank u wel. Er is Kala Jurkel, iemand heeft me ook ten aanzien daarvan een update gedaan. En ik ben blij dat mensen die mijn persoonlijke app hebben, bij deze persoonlijke app, dat ze mij toch ook even bijsturen van tijd tot tijd. De overheid spaart geen geld in een pensioenfonds. Maandelijks worden pensioenen uit de begroting betaald, aangevuld met de maandelijks ingehouden pensioenpremies. Dat is die update die ik heb ten aanzien daarvan. Dit is Kul A. Jorkul. We doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. Ik praat er later ook nog met Rajan Bizisser. Hij is van Green Grow Garden in deze aflevering. Het is de woensdagse aflevering. We zitten in een partiële lockdown. Hoe heet het? Van 8 tot 5 moet u niet op straat gaan. Ze gaan u aanhouden. Dan moet u niet zeggen, waarom hebt u me aangehouden? Omdat u niet op straat mag. Wel mogen mensen op straat die een uitzonderingsbriefje of zo wilt een pasje hebben voor gerichte, zo niet werk, doeleinden. Die mogen wel, die hebben uitzonderingstoestemmingen. Maar als u dat niet hebt, moet u zich niet op de openbare weg begeven. Houdt u zich aan de regels. Dan komt alles wel goed. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pierkan. Ik wil even reageren op die kwestie van die pensioenfondsen. Er vindt een hele verwarring plaats als het gaat om het overheidspensioenfonds. Wanneer de gelden van de ambtenaar is ingehouden, moet het gestort worden op rekening van het pensioenfonds. Het pensioenfonds die gaat dan ervoor zorgen dat de pensioenen uitbetaald worden. Wat je nu hebt is een hele verwarring, want de gepensioneerden hebben een vereniging en die gaan onderhandelen met de overheid. Het zijn de actieve deelnemers die nog geen 60 jaar bereik hebben. Die zijn de mensen die invloed kunnen uitoefenen op wat er in het pensioenfonds gebeurt. Dus als er iets moet gebeuren, dan moeten de actieve deelnemers dat bewerkstelligen. Er moet jaarlijks een financieel verslag verstrekt worden aan de actieve deelnemers. Maar de gepensioneerden kunnen wel inzage daarin krijgen. Mag ik een vraag even? Wie zijn dan wel de actieve deelnemers? De actieve deelnemers zijn de mensen die lid zijn van het pensioenfonds. Okay. Die nog geen 60 jaar bereikt hebben. Prima. Ja. Gaat u door. Dus let wel, de overheid moet dat geld storten op rekening van het pensioenfonds. Het kan zijn dus dat het administratief wel in orde is. Het pensioenfonds maakt de staten op van de gepensioneerden en stuurt het op naar de overheid en die zorgt dat het betaald wordt. Maar hier loopt het pensioenfonds veel geld mis. Want dat geld dat op de rekening gestort zou moeten worden, zou aan de overheid geleend moeten worden tegen een bepaalde rente. En zo bouw je kapitaal op binnen het pensioen. Het kan een heel machtig pensioenfonds worden als je het oppast. Oké, dus begrijp ik het goed? En als men verhoogt. Gaat u gang? En als men een verhoging toekent, moeten eerst de jaarverslagen opgemaakt worden. En dan moet de dekkingsgraad 100% van de pensioenen die uitbetaald moeten worden. En als je het geld hebt uitgezet, je hebt aan de overheid geleend, je kan ook aan derden lenen, dan ga je rente toucheren. En alles wat boven 100% is, kan je uitkeren als verhoging aan de gepensioneerden.
Wat normaal in zo werkt dat. Dus het pensioenfonds loopt veel geld mis. Okay. Even mijn vraag, want ik ben niet zo'n gespecialiseerde. Ik krijg nog geen pensioen. Maar ik wil even wat weten. Wie mag trekken van die fonds? De statuten bepalen wie dat mag doen. Maar, het komt maar je mag ook aan de overheid lenen. Nee, dat klopt. Je mag het aan iedereen lenen. Maar wie heeft... Het gaat op een fonds. Het gaat op een rekeningnummer ergens. Somewhere down the road. Ik neem aan dat het is bij het ministerie van Financiën, neem ik aan. Maar wie heeft toegang ertoe? Ja. Toegang? Ja. Dat zijn de leden van het bestuur van het pensioenfonds. Oké. Okay. Die bepalen... Ja. Wat er mee gebeurt. Geld belegd wordt. Je kan ook bij de banken beleggen. Correct, je kan overal beleggen, dat begrijp ik. Dat, ja. doen grote pensioenfondsen, ja, overal ter wereld. Ja. Klopt. Maar dat moeten ze doen om geld te verdienen. En doen ze dat wel volgens u? Want maar nu is dat ding een hele tijdbom, want de komende regering, als ze dit niet goed aanpakken en het pensioenfonds klapt in elkaar, kan niemand meer pensioen krijgen. Maar waarom hebt u het gevoel dat het in elkaar zou klappen? Juridisch. Wat zegt u? Waarom hebt u omdat het pensioenfonds geen geld heeft. Het geld zit op de verkeerde plek. Oké. Okay. Mm-hmm. Okay. En dan hebben ze een voorzitter daar, meneer Misken. Laat me zijn naam noemen, meneer Misken. Die is niet geschikt om daar op die post te zitten. Daar heb je een accountant, een actuaris of een goede econoom nodig om dat in te runnen. En je betaalt hem goed en het pensioenfonds kan hem betalen, want ze gaan veel geld verdienen. Ja. In het buitenland zijn alle pensioenfondsen... Dat zijn wat de banken doen, toch? In het buitenland zijn pensioenfondsen de rijkste organisaties. Ja. Ik kan u 3 pensioenfondsen in Suriname noemen die rijk zijn, ja, ja, omdat ze het op de juiste manier gerund wordt. Correct, ik ken ze ook, maar ik wil het graag van u horen, ja. Oké. Okay. Ja, is goed meneer, dank u wel. Het is leuk als onze luisteraars en onze kijkers ons blijven informeren, zodat u als kijker en als luisteraar ook kennis van neemt. En u kunt zelf ermee doorgaan, zover u geïnteresseerd erin bent. Want niet iedereen zal geïnteresseerd zijn in alle items die besproken worden, maar ik ga er gevoeglijk van uit, wanneer het gaat over de pensioenen van de ambtenaren, dan zijn alle ambtenaren 100% erin geïnteresseerd. En als u vindt dat er iets wordt gezegd dat de moeite waard is om door te zoeken, dan moet u dat ook zelf gaan doen. Maar ik bedank alle mensen altijd die aanvullend zijn, die ook correctie plegen, want dat kan en mag ook. Maar uiteindelijk, in the end of the day, moeten we tegen elkaar hebben kunnen zeggen: we hebben iets gehoord, we hebben iets geleerd dat we toch net niet wisten. Want we weten ook weer niet alles in ons leven. Want we blijven steeds leren en dan leren we altijd van iemand anders. Altijd van iemand anders. Dit is Rashid Pierkan, Skull A Jorkel. Laten we nu naar een ander interview gaan luisteren. Die ik eerder heb gemaakt met Rajan Bizeser. Rajan Bizeser is een heel jonge man. Hij werkte eerst voor een onderneming, dan is hij bij de overheid gaan werken. Ze hebben, bij de overheid was het een of al chaos voor hem. Uiteindelijk is hij eruit gestapt. Hij is zijn eigen bedrijfje begonnen, landbouw. Hij doet in kassen, hij doet het ook in open veld. Hij heeft het heel erg moeilijk gehad. Moest geld gaan lenen, geld gaan zoeken, want geld groeit niet op zijn rug. Maar uiteindelijk is hij toch iets begonnen. Ik vind het altijd leuk om dit soort mooie verhalen ook aan te horen van burgers in mijn land en het aan u te presenteren. Gaat u mee. Dames en heren, we praten met Rajan Bizeser. Hij heeft een eigen onderneming en hij opereert onder de naam Green Grow Garden. Rajan, kan je ons vertellen hoe je op het idee bent gekomen en wat je heeft gedwongen om met een eigen bedrijf te beginnen? Zo, Marie-Kan, bedankt allereerst voor de mogelijkheid geboden. Ja, zoals eerder gezegd, het bedrijfje heet Green Grow Garden. Ik ben geboren in een landbouwfamilie in het district Wanica en ook daar opgegroeid tussen de landbouwvelden. Dus het is altijd in de familie geweest. Toen was het reisareaal van overgrootouders en daarna tuinbouw. Het idee is gekomen omdat je gaat studeren als elk kind in Suriname. En na mijn afstudeer bedrijfskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname heb ik gewerkt voor een exportbedrijf in Suriname.
daar heel wat ervaringen op gedaan. De hele exportgebeuren geleerd, die ups en downs daar. En ook door toenmalige minister van LVV, minister Sitterby, aangetrokken om meer exportbedrijven ready te maken met betrekking tot kwaliteitsstandaarden. Dan heb ik het over groente en fruit. En voornamelijk gaat het in deze om de certificeringen ISO 22000 en Global Gap. Ik kon de wisseling van de wacht, kwam minister Augu daar en je had heel wat veranderingen. Mijn mening is dat zelf dat de deskundigen niet werden aangetrokken. Ze werden niet door de minister benaderd om hun job te doen en we waren aan de zijkant geparkeerd. Dus niet prettig en je was dan niet op je plaats, soms ook niet eens een bureau waar je kon zitten om je werk te doen. Dus helemaal niet prettig, niet prettig ervaren binnen de overheid. Voor het eerst ga je hoort altijd bij de overheid werken. En op den duur dacht ik van, hey, dit lukt niet. Het is niet prettig, want elke dag sta je op en je doet niets. Dus er is geen ontwikkeling als mens in jouw leven. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat mijn ouders ook tot mij hebben gesproken van, hey jongen, je hebt perceel, doe je eigen iets. En dat heeft me getriggerd. Mijn ouders, mijn wederhelft, hebben me altijd getriggerd om iets zelf te beginnen. En sinds mijn jongere jaren heb ik al de ervaring dat de landbouw jou heel geeft. Het laat jou niet achter. En ik heb weer aangepakt, in een formeel jasje gezet, en genaamd Green Grow Garden. Wat ik heb gedaan, vanwege de jarenlange ervaring, weet ik dat er heel wat producten zijn die hier zelf ook in name best groeien. En dan heb ik het over sla, paprika, tomaat. Dus en ook deze groenten worden ook geïmporteerd. En het is een hele concurrentie ook om met zwaar gesubsidieerde producten vanuit het buitenland te gaan concurreren. Want hier betaal je elke product, elke cent om te gaan produceren. Maar het is best wel gelukt. En ik sta hier na 3 jaar zo met mijn klein bedrijfje. Ja, maar Rajan, welke producten verbouw jij? We hebben onze basispakket van 4 producten. Dat is sla, lettuce, paprika, tomaat en komkommer. Dat zijn de 4 basisproducten voor de fastfood, voor de restaurants in Suriname. Dus jouw afnemers zijn voornamelijk de fastfoodketens en de restaurant? Voornamelijk, jawel. Ja. Het zijn ook wat klanten. Dus eigenlijk zijn wij open voor een ieder. En, maar vanwege onze motto is dat wij business-to-business zaken doen. En we hebben gefocust op deze branche. Oké, de producten die jij verbouwt, gebeurt dat in kassen of is dat gewoon in open lucht? Gedeeltelijk in kassen en ook open veld. Ik denk dat we nog heel jong zijn om grote stappen te maken. Ik kan niet zeggen dat ik met 0 punt ben begonnen. Ik heb zelfs percelen moeten kopen om te gaan uitbreiden. Percelen die ook ingetrokken waren door de overheid in 2010. Dus hele rare ervaringen ook met grondbeleid. Maar ik heb mijn eigen percelen die toen door mijn opa werd gehuurd en Rijmel, het gaat omtrent het Rijmelgebied, heb ik zelf moeten kopen om uit te breiden en de producten, de continuïteit aan te bieden. Ja, en nu met COVID-19, hoe ga jij verder voornamelijk wat jouw afzet aangaat? Want de bedrijven waaraan jij denk ik voornamelijk ook levert zijn fastfoodketens en restaurants. Die waren een poos dicht of die draaien zo goed als op de helft. Hoe ga je om met jouw producten? Zo, onze netwerk is groot. Inderdaad, de fastfoodketen, de restaurants waren gesloten.
Ik denk dat ze langzamerhand weer open gaan. Ja, die periode hebben wij heel moeilijk moeten overbruggen. Vooral hoe wij geen afzet toen hadden. Dat hebben wij gewoon geleverd voor onze vrienden, onze collega's die groentestands hebben. En daar hebben wij onze producten kunnen afzetten. Ja. Dus dat is wat moeizaam ook verlopen, omdat je niet dezelfde afzet daar hebt. Dus, en een ander probleem is ook dat je je werkt met arbeiders. En die arbeiders kunnen maar niet komen op het veld, want ze mogen niet uit huis. Dus dan doen wij met arbeiders die heel dicht bij de omgeving wonen. Zij kunnen nog en binnen de familie zelf. Oké, Ranin, we begrijpen ook dat altijd als je hoort in het nieuws, praat men steeds over de rijstboeren, voornamelijk Nikeri, maar dat gebeurt op zeer grote schaal. En ben je de mening toegedaan dat de tuinbouwers toch een klein beetje stiefmoederlijker worden behandeld ten opzichte van die rijstboeren, waar het op groenten en fruit neerkomt? Ja, stiefmoederlijk zou ik niet gelijk zeggen. Met alle respect voor mijn collega telers daar in Nikeri. Zij doen ook hard hun best. Maar ik afgelopen jaren heb ik wel gezien dat er niemand is die toch wat praat over de tuinbouwsector, de groente- en fruitsector. En dat is zo jammer, omdat ik zelf vind van dat het een heel bijzondere sector is. Zoals eerder aangegeven, worden er heel veel groente en fruit geïmporteerd. Dus ik denk dat wij en de groep de tuinbouwers een wezenlijke bijdrage leveren aan de economie van Suriname. En daarmee wij vooral in deze tijd toch heel wat dollars kunnen besparen. Als de overheid deze groep landbouwers dan tegemoet komt. Kijken wij naar afgelopen, ik hoef niet eens een jaartje terug te gaan, meneer Pirkan. Afgelopen maanden al. De prijzen niet met een 20 of 50 SRD gestegen, maar met honderden SRD's. Een zak blauwe korrel kost al 900, 850 SRD. Dus de productiekosten zijn enorm toegenomen. En petje af voor de landbouwers die toch handen in elkaar slaan om elke dag groente en fruit te gaan produceren. Ja. Dat de lokale bevolking tenminste voorzien wordt van verse groente en fruit. Ja, dus daar heb ik een bijzondere waardering voor de landbouwers. Ja, Rajan, voornamelijk groente en fruit. Ja, Rajan, er zijn toch twee grote organisaties die waken over de groente- en fruitsector. Dat zijn onder andere de coöperatie Quatta en er is een andere organisatie, FSA. Hoe kijk jij naar deze organisaties, dat ze hun taak goed verrichten naar de tuinbouwers toe, / landbouwers toe? Ik denk zelf dat ik kijk altijd naar het bestuur zelf van zo'n organisatie. En ik denk zelf dat je echt een landbouwer moet zijn om de knelpunten van landbouw te begrijpen. Als je zelf de laarzen niet aan hebt en je in zon en regen niet alles weet hoe een groente hier wordt geteeld, ga je de problemen ook niet kennen. En ik denk dat de organisaties hebben verzuimd, dat is mijn mening, afgelopen tijden, om de belangen van de landbouwers veilig te stellen. Wat wij meestal horen, meneer Pirkan, en die onderscheid moeten wij wel maken, is dat bijvoorbeeld er wordt gesproken over als het gaat om groente en fruit met de exporteurs. Natuurlijk, de exporteurs zijn er wel, maar what about de, want niet elke landbouwer levert voor de exporteur. Dus daar moet er een onderscheid gemaakt worden. What about de landbouwers die niet leveren voor de exporteurs, maar voor de lokale bevolking? Ik kan u aangeven dat ik via LVV Houten mijn berichtje heb gelaten, want ik kon de resortleider niet spreken. En ik heb toen was LVV bezig, want EU had op de vingers getikt van hey jongens, jullie zitten met te veel residuen in jullie groenten. En iedereen werd plotseling wakker van. En ik belde en LVV was bezig met gap trainingen. Ik zei van, mogen wij ook meedoen, mijn personeelsleden? En tot de dag van vandaag ben ik niet gebeld. Ik ben de mening toegedaan van, oké, export, gezond, groente en fruit. Maar wat about de groente en fruit die voor de lokale bevolking wordt geteeld? Dus wij mogen alle gif dan binnenkrijgen. Punt 2, u heeft de naam coöperatie Quatta genoemd. De coöperatie Quatta is een heel grote coöperatie met heel veel leden.
Ik vind zelf dat de ex-minister Algo ook veel politicus gaan bemoeien met door een voorzitterscoöperatie een politieke benoeming te geven. Want dat maakt dat zo iemand zijn functie niet goed gaat kunnen bekleden. Want hoe ga je honderden landbouwers hun belangen gaan behartigen als je zelf een beleidsadviseur bent van het ministerie van OVV? Dus ik denk dat wat coöperatiewezen betreft, wat VSA betreft, het zijn organisaties die over tuinbouw gaan, zich ver moeten houden van politiek en meer in het veld moeten bij de landbouwers zelf om de knelpunten te kennen. Rajan, tot slot, wat denk je dat de nieuwe regering beter zou moeten doen dan wat er nu gebeurt? Ik denk, meneer Pekan, het is altijd het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Kijk, als bijvoorbeeld Nederland ook, Nederlandse Voedselbare Autoriteit of de Nederlandse ambassade, zij gaan niet samenwerken met een individuele landbouwer. Het is altijd via het ministerie van OVV. Dus ik zou de nieuwe regering adviseren om een sterke orgaan te maken, het ministerie van OVV. Want kijken we naar de resortkantoren zelf, zie je dat met alle respect voor de ambtenaren daar, maar het zijn geen deskundigen, het zijn geen mensen die een resort kunnen runnen. Dus ik denk dat er veel werk is om de juiste mensen op de juiste posities daar te plaatsen. Wat mijn ervaring afgelopen 3 jaar is geweest, dat juist de deskundige mensen terzij wordt gelegd en men werkt met memes en faces. Dus een sterk managementteam, een sterke organisatie, je moet die organisatieskills hebben. En niet te vergeten, het ministerie van LVV, je doelgroep is de landbouwer. En dat moet een minister en een directeur wel begrijpen, dat de doorsnee landbouwer niet een gestudeerde persoon is. Kijk, ik ben afgestudeerd, maar je kan op je vingers tellen de mensen die afgestudeerd zijn en voor de landbouw hebben gekozen, omdat het een heel grote uitdaging is in Suriname om dit te kiezen. Maar ik zeg nogmaals, een sterke team en zeker investeren in je mensen, in personen. En zeker niet wat de afgelopen regeringen hebben gedaan door steeds meer mensen in dienst te nemen voor LVV. En die mensen hebben geen kaas gegeten van landbouw. Dus Rajan Bizizer, een MKB-ondernemer opererende onder de naam Green Grow Garden. Geweldig, dan hebt u dat ook gehoord. We wensen hem ook veel succes toe met zijn bedrijf. Hij is een jonge man. En wat hij me vertelde buiten de uitzending om, was heel inspirerend. Hoe hij is begonnen, moest geld gaan lenen, moest percelen gaan kopen, omdat hij geen perceel genoeg had. Hij had geen perceel, moet gaan kopen om te starten. En als je naar zijn verhaal luistert, dan hoop ik dat mensen, en ik spreek de wens uit, want niet iedereen is geschikt voor de landbouw. Het is ook een vak die je moet kennen, is iets waarvan je moet houden. En dan pas gaat het ook echt werken voor je. Gaat het ook echt werken voor je. En ik ben altijd trots en blij om te horen mensen die dat doen. Hè. Er gaat veel tijd in zitten. Je kan een behoorlijke boterham mee verdienen als je het grootschalig doet. Je kan een boterham verdienen als je goede afzet vindt. Je hoeft niet per se in het buitenland afzet te vinden. Je lokale markt is ook een markt. Maar als je je lokale markt hebt gedaan en je eventueel een buitenlandse afzet voor kan vinden, zou dat fantastisch zijn. Maar we weten allemaal dat voorlopig export naar het buitenland problematisch is. Is al jaren een probleem, hoewel mensen wel op hun eigen niveau exporteren, maar ze halen die geweldige volumes die Europa en het Caribisch gebied eisen bij lange nog niet. Een van de grootste problemen die landbouwers te kampen hebben, is niet zozeer het planten van hun gewassen, maar het gaat er min of meer om dat het in de vrachttarieven zit, vooral naar Europa. De freight cost is very high, en als ook de afhandelingskosten, voornamelijk op Zandrij, als ook op Schiphol. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ja, goedenavond meneer Pierkan. Ik heb even een vraagje. We gaan even internationaal. U spreekt met Steve. Ik heb een vraag aan u. Misschien bent u hiervan op de hoogte. U volgt natuurlijk wel de ontwikkelingen in het bankwezen, monetair internationaal. En zoals u weet staat de US-dollar heel erg onder druk. Er is sprake van dat grote banken ook onder druk staan. Die staan om te vallen. Mijn vraag is, van wat zijn de implicaties en de gevolgen mocht de US-dollar
komen te crashen? En wat zijn de implicaties en de gevolgen voor Suriname? Want Suriname is natuurlijk heel erg nauw verbonden met de US-dollar. En dat is mijn vraag. Dank u. Oké, dank u wel. Ik zie die dollar niet crashen. Het is de internationale munt. Die dollar zie ik nog lang niet crashen. Er is zelfs zoveel dollars in de omgang in de wereld dat mensen het zelf niet eens weten hoeveel er is. Hoeveel mensen zelf geen miljoenen tot miljarden in hun kluizen hebben onder hun matrassen overal ter wereld, los van banken waar je geen ingangen op toe hebt. En ook zou het een beetje verkeerd gaan met de Amerikaanse dollar internationaal. De Surinaamse markt gaat het niet merken, we zijn te klein. Onze banken is leuk, we willen groot worden een keer, geloof me, we willen groot worden een keer, maar onze banken zijn geen internationale spelers. Dus wij gaan het van die aard merken. Het zijn wel mensen die op de money market beleggen. Die zullen wel in koersverschillen dat merken. In koersverschillen zullen dat merken. Maar dat we gigantische slagen zullen krijgen, geloof me, ik denk het niet. Misschien kunt u zich herinneren toen je die woningcrash had. Toen je die bankingcrash had in Amerika een aantal jaren geleden. Hebben we er bitter weinig van gemerkt. Heel simpel. We zijn leuk. We zijn mooi voor onszelf. Maar we zijn geen speler. We willen graag eens wel een speler worden. We willen graag wel eens een speler worden. Onze bankinstellingen in Suriname zijn niet eens een regionale speler. We hebben wel hier een bank, Republic Bank. En Republic Bank is een regionale speler. Die heeft afdeling in het Caraïbisch gebied. Maar we hopen eens dat te kunnen worden. Dat kunnen de banken wel worden. De banken kunnen dat wel worden in de nabije toekomst. Met een stabiele economie. Mensen moeten vertrouwen hebben. Er moeten grote bedrijven komen, grote bedrijven die direct aan honderden mensen banen kunnen geven. Je krijgt een spin-off, geld gaat lopen, mensen gaan komen, mensen komen investeren, mensen komen hun huizen bouwen. Mensen zien Suriname als een veilige oord, want rijke mensen in de wereld, niet per se mensen in de diaspora, rijke mensen overal ter wereld zoeken een veilig oord. Suriname kan een veilig oord zijn, maar voorlopig nog niet. U bent in de uitzending, goeiedag. Goedenavond, meneer Pierkan. Ik ben zo ingenomen met meneer Radjan Bisesser. Ja. Wat hij allemaal presteert op tuinbouw, eventueel landbouwgebied. Wat ik hem zou willen adviseren, te focussen op de eilanden in het Caribisch gebied. Die eilanden hebben totaal plus minus 15 miljoen inwoners. Dus als hij focust op het Caribisch gebied en EU, Europa even wegdenken, dan kan hij een dikke boterham gaan verdienen, ja. Hij moet alleen die contacten leggen. U weet, al die eilanden in het Caribisch gebied zijn rotsen. Die mannen produceren bijna niks. En hun hotelwezen, de hotelketen op die eilanden, is enorm groot. Zodat hij kan dus lekker afzetten daar in die hotels, horeca en noem maar op. Ik zou willen vragen aan de regering, de komende regering, om meer van zulke mensen aan te trekken en te helpen met deskundigheid, opleidingen en noem maar op. En te ondersteunen in grond en eventueel een financiële injectie. Dan denken wij dat wij op de goede weg zullen zijn. Dat wil ik zeggen, zullen zijn. Dat is ten aanzien hiervan. No. Meneer Peergaan, ik wil even een correctie plegen. Oké, gaat u gang. Met betrekking tot die goede man die heeft gebeld over pensioen. Ja, je bent pas lid van het pensioenfonds als je gepensioneerd bent en niet actief dienend bent. Hij heeft zich waarschijnlijk vergist daarin. Want hij zei, je bent lid van het pensioenfonds, actief dienen is niet waar. Je bent pas lid van het pensioenfonds als je al gepensioneerd bent. 60. Oké. Dank u wel hoor. Dank u wel, dank u wel. Kijk, ten aanzien van het eerste gedeelte, het exporteren van landbouwproducten. Is een never-ending story die we horen. Naar het Caribisch gebied kan. Maar we kennen het verhaal van het Caribisch gebied. Ze hebben geen landbouwterreinen. Ze importeren al hun groenten. Dat verhaal is bekend. Het is geen rocket science.
Maar wat u ook moet weten, en mensen die in de exportsector zitten, die weten het wel, die CARICOM-landen hebben zulke hoge barrières, zelf voor CARICOM-lidlanden. Hè? Voor CARICOM-lidlanden hebben ze zelf zoveel regels dat het zo moeilijk is om door te breken op de Caribische markt. Los van dat, wanneer je een product levert aan bedrijf A of supermarkt B of een distributeur C, gaat hij één ding van je willen. Hij wil continuïteit, hij wil ervoor zorgen dat hij iedere week op een x aantal kilo's of whatever van je kan gaan rekenen. Ten tweede, je moet vracht hebben. Je moet cargo hebben. Je moet freightkosten omlaag kunnen brengen. Je moet afhandelingskosten omlaag brengen. En los van het feit wanneer je op die markt komt, dan hebben die regeringen onvoorstelbare regels. Is ongelooflijk. Vraagt u dan maar mensen die pogingen doen om te exporteren naar het Caribisch gebied. En alles dat naar het Caribisch gebied gaat, u denkt toch niet dat ze wachten op ons eten? Gelooft u dat ze wachten op onze groenten? Nee toch. Al hun groenten komen uit Amerika, komen uit Mexico, komen uit Costa Rica, komen uit Ecuador, komen uit Colombia. Komen van die landen tegen zeer lage prijzen. Het is een wrede markt. Het is niet zomaar, hé jongens, ik heb een paar kilo kool, dus die gaan we lekker exporteren. Het is een competitive market, waarbij die markten verschrikkelijk laag produceren. Cost low, cost price low, heel erg laag. Dan krijg je nog de Amerikanen die met gesubsidieerde middelen vanuit Mexico komen. Wel, ik kan u wel zeggen, het is een helft job om op die markt te komen, hoor, geloof me. Ik weet het en vraag het maar aan iemand die pogingen doet om te exporteren, die weet het veel beter. U bent in de uitzending, goeiedag. Meneer Pieter, een aanvulling alsjeblieft. Ja. Dat van het pensioenfonds. Ik heb het niet over die ambtenarenpensioen. Ik heb het over de kleine man die bij die service station werkt. Uitzendbureaus. Oh, het zijn die mensen die bij... contractors die werken in bedrijven. Het zijn mensen die bij wet moeten storten. Ja, ja, okay. Maar er is een nieuw bedrijf, Algemeen Pensioenfonds aan de Concordia Laan. Ja, dus u hebt het over die nieuwe wetgevingsproduct die een paar jaar geleden is gemaakt. Correct. Jawel. Ja, oké. Okay, Schrijver, precies. Ja. Ja. Zij moeten ons toch berichten van meneer A, luister, je baas is zoveel gestort hier. En ja. Kijk of het klopt met je salaris. Oké, ik begrijp wat u bedoelt. Dank u wel, meneer Farid. Dank u wel. Ik zal het gaan uitzoeken. Deze meneer heeft het niet zozeer over de ambtenarenpensioenfonds gehad. Hij heeft het meer over die wetgevingsproducten die tussen 2010 en 2015 is aangenomen. Waarbij bij wet mensen verplicht zijn pensioen te storten. De werknemer is verplicht, de werkgever is verplicht het in te houden van de werknemer en het te storten. Je hebt een werknemersaandeel en je hebt een werkgeversaandeel in dat systeem. Over die fonds heeft die meneer het al die tijd gehad en niet zozeer over ambtenarenpensioenfonds. Dan weten we dat ook. Dit is Rashid Pierkan, Skull Ajorkel. Het is heel gezellige uitzending, veel mensen zijn thuis. Ja, je kan bijna nergens gaan. Wat COVID-19 aangaat, het coronavirus, moet u weten, de overheid mag welke maatregelen ze ook willen nemen. Het kan alleen maar werken als u meewerkt. Als u meewerkt. Dus al zijn we het soms niet eens met enkele van de maatregelen, wat kan, want iedereen heeft de eigen mening, iedereen heeft de eigen opvatting. Maar in hoofdlijnen weten we allemaal wel, we moeten onszelf beschermen tegen de smetting ervan. We moeten ervoor zorgen dat er geen verspreiding plaatsvindt, want daar zijn we het allemaal wel unaniem mee eens. Dan moeten we ervoor waken dat we die regels naleven. Alleen dan gaat het lukken om COVID-19 terug te dringen. Het gaat om de kwaliteit van de burger, de kwaliteit van de individu, om ervoor te zorgen dat het gaat werken. Want als de burgerij zich niet houdt aan de regels, zoals vastgesteld door het COVID-team, eens of niet mee eens, je moet het gaan doen, dan gaat het niet werken. Dan gaan we morgenochtend weer schreeuwen. We hebben verspreiding gehad, we hebben dit gehad, we hebben dat gehad. Laten we bij onszelf beginnen als persoon, als burger, als je eigen ik, om te zeggen, ik begin vandaag mij te houden aan die regels zoals vastgesteld. En als dat ding een multiplier effect gaat hebben op honderden, op duizenden mensen, dan mag je me wel geloven dat het wel gaat werken. Want het heeft gewerkt in andere landen, maar strikt op basis van discipline van de burger. Niet op regelgeving van de overheid. Maar de overheid kan regelgeving maken, maar het is die burger die zich moet gaan houden aan die regelgeving. Twee landen die het heeft gewerkt, Zuid-Korea
En onder andere Zweden heeft nooit een lockdown gehad. Zuid-Korea heeft nooit een lockdown gehad. Het heeft gewerkt omdat je daar te maken hebt hoogwaarschijnlijk met mensen die het begrijpen. Wat het nut ervan is van de regelgevingen. Dit is Rashid Pirkans Kul Ajor Kul. Als alles vlot verloopt en volgens planning moet maandag 29 juni moeten dan de nieuwe DNA-leden moeten dan geïnstalleerd worden, beëdigd worden, zo je wil. En vanwege COVID-19 gaan ze maatregelen treffen dat het in groepjes gaat gebeuren. In hoeveel, fout weet ik niet precies, maar ik denk misschien in groepjes van 3 of in groepjes van 5. Mensen gaan niet in grote getalen aanwezig kunnen zijn als voormalige installaties. Er zullen een beperkt aantal mensen uitgenodigd worden om dit alles mee te mogen maken. Maar belangrijk is, het zal worden uitgezonden, zodat u dat op de televisie kunt gaan zien. En dan zult u gaan zien, bij de beëdiging van al deze mensen, wie de nieuwe mensen zijn die voor u gaan moeten praten. U zult ook wel een aantal mensen tegenkomen die er al eens zijn geweest en die van u een betere kans hebben gekregen voor een tweede keer. Sommige mensen zelf een derde keer. Goedenavond, u bent in de uitzending. Goedenavond, meneer Pirkaan. Goedenavond. Met FO. Ja. Ja, Luus, weet u wat het is? Ik ben een filosoof een beetje, hè. Geweldig, ik hou van filosofen. Vertel. Aan de situatie, dus als je de hele economische situatie, niet alleen landelijk, maar ook mondiaal bekijkt. Wij zitten in een parket waarbij we dus wel ontwikkelingskansen hebben, mogelijkheden zoals de toekomstige president dat zegt, dat we bijvoorbeeld in de toekomst onze basis, onze pijlers zullen zijn gericht op, zullen zijn gevestigd, of zullen de economie vestigen van gas en olie, toch? Maar dan komen we weer in diezelfde situatie van mijnbouw en uitputting van de mijnbouw. Dus het kan wel heel lang duren, want we hebben weinig mensen in het land. Maar eerst hebben we de bauxiet uitgeput, dus de voorraden die we konden bereiken, hebben we die eerst uitgeput. En nu zijn we bezig met het goud uitputten. De Scaliaans mogen gewoon doorgaan als essentiële dienst. Dus we blijven hameren op dat aspect. Terwijl we eigenlijk het breder moeten bekijken. En verder is er dan nog een overbruggingsperiode die we moeten meemaken. Van de kasreserves, die moeten worden aangevuld. Meneer heeft iets aangehaald over pensioenfonds daar. Alles klapt dicht en dan kan je geen pensioen vinden en dan moet je afhankelijk worden van je kinderen, kleinkinderen en dat soort dingen. Dus dat is een heel groot probleem, want die mensen gaan dan hun leven verliezen bij wijze van spreken. Want heel veel leven eigenlijk op het pensioen en die kinderen nemen dat pensioen en dan onderhouden ze die ouders. Dus, maar als u een gerichte aanpak eigenlijk voor deze overbruggingsperiode moet hebben, dan op de eerste plaats deze regering, dus zoals we het in het verleden hebben kunnen meemaken, is een regering van Taiberi. Dus op de eerste plaats gaan de mensen met Taiberi, maar daar ook nog, lees ik vandaag in de krant, dat de private sector, dus het geld, de SED's, gewoon inhoudt, omdat ze daarmee dan valuta kunnen kopen. En dan krijgen ze ook nog minder. Een minder hoge koers, omdat ze dus veel SED neerleggen voor valuta. En dat betekent dus, als je een economische regel daarop toepast, dat het daar een schaarste wordt, dus zou de prijzen omlaag moeten gaan. Eigenlijk, want er is er minder geld in omloop. Dus op de een of andere manier, maar als dan die koers lager is, en de producten worden ook aangehouden, dus gehamsterd, en tegengehouden, verkocht worden of alleen aan de groothandel, dan blijven die eigenlijk speculanten op de prijs. En ze gaan het dan weer verkopen voor die hoge prijs waarvoor ze die dollarkoers hebben betaald. Mm-hmm. Dus een andere, de overbrugging die je eigenlijk moet zoeken, is er één, dus daarover heb ik eigenlijk niet zo goed nagedacht. Maar daar komen we weer verder op die total lockdown. Oké, maar u moet wel gaan afronden voor mij nu, alstublieft. Jawel, dus total lockdown is killend, hè. Dus ik hoop niet dat voorkomt. Maar in feite is dat wij Surinamers, we hebben ons wel goed gedragen. En je merkt dat het weer omlaag gaat, het cijfer
van actieve mensen en ook van nieuwe besmettingen. Maar de COVID-virus, die gaat op een gegeven moment verdwijnen. Maar hij komt pas na een jaar komt hij weer terug. Dus we hopen dat we in die tussentijd toch wel weer een nieuw vaccinatie hebben tegen die COVID-19-virus. En misschien tegen die hele corona gebeuren. Prima. Dan bedank ik je voor datgene wat je ons hebt willen vertellen. Dank je wel. Je neemt dat aan ter kennisgeving. De nieuwe coalitiepartners, die moeten nog een regeerakkoord sluiten. En binnen hun regeerakkoord gaan we pas weten wat ze precies willen doen. Kijk, tijdens de verkiezingsperiode, hoewel we geen publieke massameetings meer hebben gehad vanwege COVID-19, hebben ze wel via de televisie hun verhalen kunnen vertellen. En verhalen vertellen, dat kan iedereen. Maar het praktiseren van je verhaal, dat is weer een ander punt. Dus vertellen, ik wil dit doen, ik wil dat doen, ik ga dat voor je doen, ik ga je leven goed maken. Dat gaat niet 1, 2, 3. Dus wanneer het regeerakkoord rond is, dan kunnen we een beetje specifieker weten, wat wil men precies gaan doen. Het is wel alleen voorlopig bekend dat de VHP een uitgewerkt plan had. De VHP had een uitgewerkt plan. Het heet iets van Red Suriname, something, something down the road, hadden ze wel. Maar doordat de VHP niet alleen een regering gaat formeren, maar met drie andere partijen, waarvan de tweede grootste in aantal zetels is de ABOP, daarna ook nog de NPS en de Partijale Hoer, zullen ze een gezamenlijk programma moeten hebben. En wanneer dat er is, dan kunnen we beter gaan praten wat ze specifiek willen doen. Want podiumtaal, verkiezingstaal, die is voorbij. Verkiezingstaal, die is voorbij. Nu moet je gaan bewijzen wat je al die tijd aan mensen hebt verteld. Maar dat zou ook moeten komen in een programma dat we kunnen zien. En het moet komen in een timeline, een timetable. Van als ik dit doe, wanneer krijg ik dat? Het moet een beetje uitgezet worden. Het gaat niet allemaal 100% hoogwaarschijnlijk werken. Maar als je 70-75% van je plannen gedaan kan krijgen, dan mag je lang blij zijn. Maar het belangrijkste wat ze gaan moeten doen, het belangrijkste vanaf dag 1, COVID-19 aanpakken. Dat is één. Het grootste probleem van de nieuwe regering is geen economie. Want niemand hier gaat dood van de honger. Geloof me. We worden wel ziek van niet juiste voeding. Houd dat vast. Maar hun grootste probleem is COVID-19 om ervoor zorg te dragen dat alles operationeel blijft en toch nog wij onszelf kunnen gaan beschermen en het systeem doordraait. Dat is die grootste uitdaging. Was dat er niet, dan zou hun economische uitdaging als eerste zijn. Want de economische uitdaging ga je hebben in de zin van, meneer, je gaat komen, je weet, je gaat de ruïne tegenkomen, dat weet je al, want dat heb je al die tijd in de verkiezing al gezegd, dus je moet dat verhaal niet meer voor mij herhalen. Misschien voor een RR-lid, maar niet voor mij. Nu moet je maar gaan zeggen, je weet dat je een ruïne zou aantreffen, hoe ga je van start gaan om die ruïne te herstellen? Daar willen we gaan beginnen. Maar dan moeten we even wachten tot hun regeerakkoord gereed is. Dus maar als alles goed zit, dan gaan we wat nieuwe parlementariërs zien. Maandag 29 juni. We gaan wat parlementariërs terugzien die goed gepresteerd hebben. Waarvan u hebt gezegd, hey, deze mensen wil ik terug. Die gaan we dan ook weer terugzien. We gaan een aantal parlementariërs niet zien die wel gekozen zijn, maar vanwege de shame of walk zeggen ze, ik wil niet in het parlement. Met andere woorden, ik ga niet bewilligen. Met andere woorden, ik heb me wel op de lijst gezet. Maar weet je, achteraf heb ik er toch geen zin in. Weet je, die ga je ook hebben, dus die ga je ook waarschijnlijk ook niet zien. Dan ga je mensen krijgen die automatisch gaan doorschuiven, die we nog gaan moeten leren kennen wie ze precies zijn. Maar dit wordt een parlement die een enorme uitdaging heeft. Die een enorme uitdaging. Het vorige parlement die we hebben, dames en heren, dat was gewoon even walgelijk. U hebt gezien, ik heb bijna geen parlementariërs geïnterviewd. Het waren allemaal wasverhalen bij elkaar. En al die wasverhalen hebben ervan ingezorgd dat ons alle leven minder kwaliteit heeft, minder gezelligheid heeft dan we hadden gedacht en dat we hadden verwacht. Maar ik groet u voor vanavond. Ik bedank u. Ik zeg het altijd, neem de goede zaken mee. De minder goede zaken, leg het gewoon terzijde. Als u zegt, u moet iets uw eigen maken, ga ermee door fietsen. Ga zelf naar die informatie zoeken. Als u vindt dat iets aanvulling nodig heeft, gaat u dat ook zoeken. Als u vindt dat iets hier in deze huis een correctie nodig heeft, dan kunt u dat alsnog zaterdag doen. Voor het overige wens ik u een genoeglijke avond verder. En inshallah ben ik er weer
zaterdag met een andere aflevering van Rashid Pirkans. Kal Ajorkel. Ram Ram Namaskar. Goede Havis. Salam alaikum. Dit was Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkans. Kal Ajorkel. Dag.